Hoi, Dindy. Nu weet ik wie je bent. Wie ben ik dan? Ik ben Kees van Pieken. Ik wist het niet, maar ik ben erachter gekomen. Ik ben Kees van Pieken en die hebben altijd met mijn vader gevoetbald. Met uw vader? Ja, met mijn vader. Herkende je ook iets? Wie, ja. Mijn vader is Roelof Berend Pap. Ik nooit van u. Nooit van u? Ik ook niet meer voetbald, ja. Nee? Nee. Roefie Pap. Roefie, dan zeg ik dat dan direct, maar ja, dat ik altijd meer voetbald. Ja, dat klopt. Ik heb toch, nou ja, in het eerste elftal van WRC voetbald. Je hebt samen nog in het hoogste elftal voetbald. Ja. Je hebt dan bij de selectie gezeten van Nederland Zaterdag elftal. Kun je nog meer vertellen over mijn vader? Ja, wat wil je allemaal weten nou? Want dan ben ik wel anderhalf uur werken, ja. Heb je ook nog foto's of zo? Ja, we hebben nog alle foto's. Ja. En ik heb nog bewegende beelden van. Daar hebben we hier wedstrijd van WSC tegen Kwetkampen. Dat was een beslissingswedstrijd in Zwolle. Ja. 11.500 mensen. Dat was nog een record in het amateurvoetbal. Aha. En daar heb ik nog een bewegende beelden van. Maar je moet waar. Je helemaal niet meer maken, hè? Nee, want mijn vader is in april toen overleden in 1972. Ja. En in mei ben ik tweeën geworden, dus ik weet verder er niks van. Nee. Wie loopt hier nu in bos? Ja. Maar wie kunt hier toch veel beter op een bankje gaan zitten? Dan komen we lekker al woorden over Roefie. Ja, maar Kees, is goed dat mijn moeder bel. Want die vindt mooi om die veel herinnering en die wil er graag denk ik wel bij weten. Nou, bel maar op. Ik kan een mooie bankje komen zitten. Je weet nog van mooie verhaaltjes erbij. Mooie herinnering ophalen. Ga je mee? Mooi. Ik ga met je mee. Oké, goed zo. Evelien, je hebt een moeder belt. Ja, ik heb. Die zit er nu mooi bij. Ja. Maar we vroegen, Roefie is begint te voetballen, toen was het ongeveer 18 jaar, hè? Ik dacht dat hij iets jonger was, hè? Ja. 16, 17 wel. Ja. Dat hij toen begonnen is. Maar ik heb nog wel eens een verhaal gehoord, dat hij helemaal geen geld had om voetbalschoenen te komen, of niet? Nou, ik heb dus gehoord dat, dat de ooms op visite waren en die hadden dus ook over voetbal en... dat die dus toen ook wat geld ingezameld hebben, samen met zijn ouders, en zodat hij de voetbalschoenen kon kopen. Nou, ik heb hier nog een foto. Dat is een heel oude foto. Je ziet het nog van, volgens mij van de A-junioren van WRC. En dan, als je dan een foto maakt, want dat was een unicum, dan stond het bestuur bij op. En Wippe en Tonia, die stonden in de kantine, die zaten bij op. Dus die jongens, die hebben later ook een voetbal in het Heer Zalzal. En dit was Roefie Pap toe. Dus ja. Maar Roefie was 19 of 20 jaar toen ze voetbalde het eerste van WRC. Toen heb ik nog een poos met hem gevoetbald. Hij deed het hartstikke goed, want hij speelde dus vrije verdediger, vuurstopper, verdediger op middenveld. Ja. Hij was fysiek sterk. Toen waren we dus uitverkeuren en toen mochten we met zijn bijen, mochten we bij Nederland Zouter alles al voeren. Dit shirt, Evelien. Ja. Waar heeft dat? Nou, dat shirt heb ik van ma gekregen, want daar heeft papa in gevoetbald. En dat is het shirt van het Nederlands elftal. En dat is met een heel bekend nummer, ja. 14. En ja, dat heb ik nog altijd bewaard, dat vind ik prachtig. Ik heb ook nog medailles, herinneringsspeltjes. En dat is ook van die wedstrijd in Frankrijk. Ja, ja, ja. Met nog een medaille. Kees, en je hebt nog bewegende beelden van pa, heb ik gehoord. Ja, ik heb hier nog bewegende beelden, Evelien. En toen spelen we dus tegen Noordwijk en Kwetkampen. Dat is een bewuste beslissende wedstrijd. Ja. En dat we dus, maar dan weet je in ieder geval hoe ze eruit zien. En dat zijn dus de toetjes van vroeger. Ja. Ja, dat is mooi om zo te zien. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Oh, goed fanatiek. Ja. Ja, dat is maar, mooi om zo. Maar hoe weet je in ieder geval hoe ze eruit zich? Ja, en de bouw en de beweging en... Stevige jongen. Hij kreeg nooit geen vieren, nooit geen vijven, nooit geen zessen, nooit geen zeven. Maar altijd 8 en 9. Maar de eerste kwartier van de wedstrijd was een zeven. Maar als ze hem dan moest ze hem instellen op de tegenstander. En als ze dan winnen was, dan kwam ze er niet meer langs. Aha, zo fanatiek dus. Ja. Maar Kees, het Nederlands elftal, hè, wat pa met jou in gevoetbald heeft. Ik zal eens even ma vragen of hij daar nog wat meer over kan vertellen. Ja, ik weet het nog wel, want het was natuurlijk wel een eer, hè, als je in het Nederlands elftal mocht voetballen. Hij was er ook heel serieus mee, ging altijd keurig trainen en zo en op tijd naar bed. Toen op een gegeven moment, toen zei hij, ik voetbalde niet meer in het Nederlands elftal, want het is vriendjespolitiek. Vriendjespolitiek? Ja, want hij zegt, er zijn jongens die hebben helemaal niet getraind en die worden wel opgesteld. Als ze een fout maken, dan gaf een ander niet de schuld. Nee. Maar dat lag dus bij hem zelf. Hè? En Roefie was een winnaar. Hè? Hij kon slecht in zijn verlies of niet. Ik herinner me nog dat we een keer in Huizen waren. En toen ging het om de landstitel. Ja.
En Huizen was toen ook van hun die district kampioen geworden. En moest WRC moest naar Huizen toe om daar te voetballen. Ja. En toen heeft hij een fout gemaakt en er kwam een goal uit. Hij was dus stoppen speel. Ja. En oh, dat vond hij zo erg. Ik weet nog dat we thuis kwamen, want nou ja, de wedstrijd was verloren en hij gaf hem zelf de schuld. Ja. We waren thuis even uitgekleed en hij is gelijk naar bed gegaan. Ja. Dat kon ik gewoon niet aan beleven, hè. Dat vond hij erg. Ging je vaak mee met de wedstrijden van WRC? Ik ging altijd mee. Ja? Ik vond het prachtig, want ik vond het ook een hele mooie ploeg. Goede samenhorigheid onder elkaar. Ja. En allemaal echt ervoor willen gaan, hè? Echt voor het winnen. Nou ja, ze zijn ook keer op keer kampioen geworden. Ja. Het was ook gezellig onder elkaar. Kampioenschappen van Wezep. Hartstikke mooi, ja. Jij bent geboren in... Ja, ik ben geboren in Oldebroek en mijn moeder heeft er nog een heel mooi verhaal bij. Ja. Want het was net die dag dat er een kampioenstitel werd of kon behaald worden. En ja, daar kan mijn moeder heel mooi over vertellen. Ja, want Roelof zei altijd, ik wil graag bij de bevalling zijn. Maar als er een belangrijke wedstrijd is die beslist moet worden, dan ga ik voetballen. En natuurlijk op vrijdagavond, hij ging om 9 uur, als hij een wedstrijd had, dan ging hij 9 uur naar bed. En nou, tegen 1 uur of 12 werd ik wakker. Ik denk, nou, dit kan het wel eens zijn, hè. Maar je hebt ook toen verteld dat er nog mensen zaten te wachten op papa in huis. Ja, omdat de spelersbus die was ondertussen al weg. En toen, toen kwamen de twee bestuursleden, Janders van Tenne en een Van Uyn of zo. Die kwamen bij ons in de keuken. Was die jas of niet? Ja, de jassen zijn ze altijd. En die zouden dan Roelof naar Veenendaal weer brengen. Maar ja, het duurde nogal, maar toch gelukkig. Ze werd nog op tijd geboren. En toen kon het nog allemaal net. Roelof Berend Pap, geboren. 24 januari 1942, overleden 23 april 1972. Hij was 30 jaar. Henny, de vrouw van Roef. Hij heeft een ongeluk gehad. Hoe is dat gebeurd? Roelof die ging op ziekenbezoek bij zijn moeder. Hij ging weg. Hij gaf Evelien een kus en mij een kus. En dan ging hij naar Wezep met de brommer en daar stapte hij in de auto bij zijn zus en dan gingen ze samen naar Raalte waar zijn moeder was. Onderweg had hij nog een stukje leverworst voor haar gekocht bij Slager Doornenweert. Die zat toen nog aan de boven Meijgraaf. Nou, en toen was het 9 uur en toen dacht ik zat thuis te wachten. Ik woonde nog steeds bij mijn ouders in. Ik denk, nou Roelof, je moest nu weer komen, want er is vissen op de tv. En daar hield hij zo van. Maar ondertussen ging de telefoon en mijn vader pakt op en die kwam in de kamer en die zei van Roelof heeft een ongeluk gehad en op de Boven-Heijgraaf. En toen kwam dokter Jaks bij me en die zei ik ga hem opereren. Die dan de eerste 10 dagen maar eens door was, dan was het helemaal zeker. Maar toen zondags, toen was de hele familie er en toen moest ik dan bij de arts komen. En mijn broer ging met me mee, want die hield me nog een stevig vast. Want we wisten allebei wel van, nou, dit is geen goed bericht. En dan zei de arts ook, hij zei, hij is dood, hij is klinisch dood. En toen is hij eigenlijk zondags overleden. Evelien, ja. Je hebt dezelfde honger, of waar? Dat klopt. Hoe wordt er op aan het spreken dan? Nou, als ik met de kinderen naar WRC ga, dan kom ik natuurlijk heel veel mensen tegen. Ja, inmiddels allemaal oma's en opa's. En als we het dan over de voetbal hebben en we komen op het oude WRC-elftal uit. En ik vertel dan dat ik een dochter ben van Roefie Pap. Dan is het, oh ja, nu kan ik het zien. Ik spreek het op je vader. Ja. Die blauwe ogen, het gezicht. Ja. Ja, nou dat doet me wel wat. Vind ik hartstikke mooi. Ik moet natuurlijk horen van de verhalen om me heen. Ja. Omdat ik zelf nog hartstikke jong was. Ja. En van mij heb ik natuurlijk heel veel verhalen gehoord, wat mooi is, mooie foto's. Nou, inmiddels bewegende beelden. Ja. Maar het is mooi om te horen hoe trouw hij was in zijn training en gedisciplineerd en altijd fanatiek. En ja, dat is prachtig om bij zo'n mooie club te horen. En dan is het ook mooi als je kind in de voetbal en ja, heel mooi. Mooi om te horen, daar ben ik trots op. Maar je bent geen Evelien de Kade, pap. Maar je bent de dochter van Roefie in Wezep. Dat klopt.
Mooi, hè? Hartstikke mooi. Ja, Kees.